Het is nat hier, man. Huh? Ja, hier zie je mij op 3,8 kilometer hoogte. Ik bevind me in het Franse Alpen. Met uitzicht op de Mont Blanc. Er zijn twee manieren om op deze berg te komen. Klimmen of de kabelbaan nemen. Ja, sorry hoor, maar ik ging gewoon met de kabelbaan. Gaat aanraken. Dat is echt ijs. Op deze hoogte heb je 20% minder lucht in je longen. Naast dat ik voor de ervaring en het uitzicht hier zit, hoop ik ook wat dieren hier te vinden. Alleen ze laten zich niet zien door al de toeristen. Behalve de alpenkauw. De alpenkauw leeft in de Alpen en kan je veel zien rondom de kabelbanen en bergstations. Hier eten ze de voedselresten op van toeristen. De alpenkauw kan heel goed vliegen. Ze komen voor op grote hoogtes. Ze broeden minimaal op 1500 meter hoogte. Deze mooie vogels zijn zelfs gezien onder de top van de Mount Everest, op meer dan 8000 meter hoogte. Verder zijn er dicht bij de bergstation niet veel dieren te zien. Maar als het sluitingstijd wordt en de nacht komt, komen de andere dieren naar buiten. Mammotten, steenbokken, gems en linksen bijvoorbeeld. De mammotten leven op grasvlaktes in de bergen boven de boomgrens. Ze komen voor in bijna het hele Alpengebied en fluiten als er gevaar dreigt. De alpensteenbokken zijn goed aangepast aan de bergachtige gebieden. Ze eten grassen, kruiden en mossen. Ze leven in gescheiden roedels. Alhoewel de alpensteenbok in de gebergte leeft, hebben ze gevaren. Soms worden een paar enkele steenbokken aangevallen door steenarenden. En sommige andere sterven in lawines. De gems leeft zomers vaak in alpenweilanden, boven 1800 meter hoogte. 'S Winters gaan ze iets lager, tot ongeveer 1100 meter hoogte. Ze kunnen goed van rots naar rots springen, wat essentieel is in het hoge gebied.